In mei kondigden we het Nationaal Gemeenteraadsdebat aan. In juni maakten we de locatie en de partners bekend. En vandaag mag ik aan jullie de thema's bekendmaken. Eerst nog even kort, wat is het Nationaal Gemeenteraadsdebat ook alweer? Dit is een jaarlijks terugkerende dag waarbij raadsleden vanuit het gehele land met elkaar in debat gaan over landelijke thema's. De eerste editie vindt plaats op 15 december en je kunt je inschrijven via de link hieronder. Nu terugkomend op de thema's. Samen met onze inhoudelijke partners zijn we tot drie verschillende thema's gekomen. Het eerste thema is de Omgevingswet, die vanaf 2021 in werking zal treden. Maar het gaat specifiek om de participatie in die Omgevingswet. Hoe moet je nu de burger betrekken bij deze wet? Het tweede thema draait om iets waar het Nederlands Debatinstituut erg om geeft: de debatkwaliteit in de Raad. Denk hierbij aan het instellen van een onafhankelijke voorzitter of het hebben van spreektijden. Een discussie die volgens ons nog niet veel is gevoerd. Het derde en laatste thema is de decentralisatie in de Raad. Een onderwerp waar volgens ons iedere gemeente mee te maken heeft. Denk hierbij aan dorps- en wijkraden. Een mogelijke stelling zou bijvoorbeeld luiden: de gemeente moet zoveel mogelijk zelf decentraliseren. Kortom, we hebben drie thema's: participatie in de Omgevingswet, debatkwaliteit in de Raad en decentralisatie in de gemeente. Zijn dit nou ook thema's waar jij over wilt debatteren? Schrijf je dan nu in. Binnenkort maken we via ons kanaal de sprekers bekend. Abonneer je daarom hier op ons YouTube-kanaal.